Dus hier staat op Beter Leven 1 ster. En omdat ze me nu aanspreekt, denk ik, oh jee, ik had eigenlijk 3 sterren moeten doen. Hoe bewust koopt de consument producten in de supermarkt? Met die vraag gingen boeren uit Vechtdal afgelopen vrijdag het gesprek aan met klanten in diverse supermarkten. En er worden heel veel eisen aan de boer gesteld over hoe we de dingen zouden moeten doen. Maar als het dan op producten kopen aankomt, moeten wij nog wel iets beter ons verhaal gaan vertellen. Want we hebben heel veel Nederlandse producten. Willen we dat zo houden, dan moeten de mensen bewuster maken van de keuze die ze nog hebben. Mm-hmm. Klanten werd gevraagd om stickers te plakken op producten die uit Nederland komen of die ze heel bewust aanschaffen. Is het gelukt met het stickeren? Ja, prima. Ja. Nou, wat ik gedaan heb is, ik heb tomaatjes gekocht. Nou, die tomaatjes, ik eet ze elke dag. Ik neem ze elke dag mee naar het werk. Biologische yoghurt. En speciaal biologisch, omdat er zit geen toevoeging in van iets anders. En ik vind het gewoon lekkerder. Het is milder van smaak. De gesprekken in de supermarkt gingen vaak over de keurmerken die op de producten staan. Ik heb goede informatie gekregen. Ja, dat wist ik niet. Maar dat blijkt dus al met 1 ster dat er wel gekeken is naar kwaliteit. En dat degene die dit geproduceerd heeft, dus ook let op de kwaliteit van zijn vee en het welzijn van zijn vee. En dat wist ik niet. Dus ik ben er blij mee dat ook dit voor mijn tosti-ijzer, dat het al bewust geproduceerd is. Het is gelukt, ja. Het avondeten is weer binnen. Maar heel bewust. Nou, deze wel. Hier stond ook zo'n mooie sticker op. Beter leven. De varkens hebben daar een beter leven voor gehad. Voordat ze naar de slacht gingen. 100% Nederlands vlees, dus een Nederlands product. Het mooie van deze actie is wel dat ik vandaag gezien heb dat heel veel mensen aan het eind van de rit in hun mandje zitten te kijken van... Oeps, ja, vandaag heb ik heel bewust gekeken wat ik pak.